You know, first you could buy a paper card, but it's not anymore like that. Now you need to have an OV chip card. You need to have an OV chip card in order to go from Amsterdam to Rotterdam, you know? So it ain't, no, it ain't long more for the white man go implant this chip. And this is what the Bible is prophesying in the book of Revelation, which is talking about the last days. You know, so we're living in those last days. That the white man, he gonna put the chip in many people. And if someone don't want to take the chip, that's when you are going to be destroyed. You know? Revelation chapter 40, verse 11. And the smoke of the torment ascended. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image. Yep, the beast and his image. The beast talking about the NATO. The image is not really talking about Cesare Borgia, the white man Jesus, but Jesus is not the white man. It's really talking about, it's about the system of Esau, the system of the white man, how we live. You know what I mean? And receive his mark in his forehead or in his hand. Stop that. Or receive. Ik heb een vraag hier. Zeg maar. Waar gaat dit over? Dit gaat over deze mensen hier, 12 stammen van Israël. Je bent allemaal Joods, toch? We zijn Joods. Waar kom je vandaan? Afrika. Maar ik ben christelijk. Oké, okay, waar kom je vandaan? Ghana, Nigeria. Allebei. Jullie allebei. En zij? Zij is Nigeriaans. Nigeriaans. En Surinaams. Jullie Surinaams? Ja, allebei. Jullie 12 tribe. Jullie belong to me. You're 30 side. Chura or Bishop Mainly Fight. What are them? Nou, wat zijn jullie dan? Ja, we zijn de Hebreeuwse Israëlieten. Dat is wie wij zijn. Volgens de Bijbel, dat is onze nationaliteit. Maar dus waar gaat dit hele ding over? Waar gaat dit hele ding over? Om deze mensen wakker te maken op de zijn. Dat is wat we doen. Dat is dan waar wat het ben ik gaat. Dan? Ik ben Afghanese, half Nigeriaans. Afghanese, kijk, het kan zijn dat je ook op deze zijn bent. Waarom? De Israëlieten zijn van West-Afrika naar Amerika gebracht. Je vader Suriname? Het kan zijn dat jullie daar waren. Wat? Mijn moeder. Begrijp je? Mother. Maar komen jullie ons nou een Bijbel over geven? Of komen jullie gewoon praten over verschillende vader van? Afrika, Nigeria. Oh, je moet, maar die moet toch weten. Over de Bijbel praten. Je vader. Maar waar jullie aan? Wie van? Suriname toe? Nee, Nigeria. Oh, nee. Dat is ook zo. Wel toch? Dat staat geprofiteerd in de Bijbel. Dat is wat Jezus zelf zei. Maar jullie je bent christelijk toch? Dan moet je dat weten. Nee, maar ik denk in welk hoofdstuk staat dat? In welk boek staat dat? Ja. Ik denk sowieso na het Nieuwe Testament, na Matthäus. Het is in Matthäus, hoofdstuk 24. Maar verder staat het ook gewoon in Revelation. Ja, dat vertaalt dat het terugkomt. Maar geloof jullie toch nog in het Oude Testament, de eerste vijf boeken? Dat is niet waar. Nee, want je kan niet zo. Ze denken dat we Joods zijn, omdat ze niet waar zijn. Kijk, dat is die onzin wat ze hier leren in de kerk. Ik dacht jullie geloven de Torah alleen naar de Wacht, ik ga jou iets vragen. Door Torah, wat betekent het? Het betekent de wetboek. Dat is wat Torah betekent. Het is in de Hebreeuws. Maar jullie geloven wel in de hele Bijbel? Tuurlijk geloven we in de hele Bijbel. Alles. Alles. Wat zou je nou zeggen, de boertje die ze in de kerk vertellen van? Iedereen zei iets vragen op de kerk. Ja, sorry, maar vertellen daar boertje. Maar waar gaan jullie naartoe? Gaan jullie naar de kerk? Waarom moeten wij naar de kerk gaan? Wat vertellen ze je daar? Dat Jezus is gekomen voor iedereen. Jezus is niet gekomen voor iedereen, hij is alleen gekomen voor de mensen op de zijn. Nee, is niet waar. Jezus is liefde. Jezus is geen liefde. Hij is alleen liefde voor de volk van Israël. Alsjeblieft, ik wil slapen vandaag. Alsjeblieft, ja, maar dan ga je slapen. Ja. Alsjeblieft, haal het weg. Verder aan dat, kom je. Want dit is de duivel. Nee, kijk, wacht. Dit is de duivel. En we kunnen je laten zien via de Bijbel dat hij een donkere man is. Ik vind gewoon onbespannend dat je dit laat zien. Blijf stil. Pak je ding. Laat stil. In de Bijbel. Jullie geloven dat Jezus, dat degene die Jezus een witte man is. Nee, wat doe je? Ga niet zomaar aan die zijn zitten. Nee. Nee, kijk, ik geloof niet dat Jezus een blanke man is. Dat sowieso niet, maar ik weet niet wat hij is, zeg maar. Ik denk dat hij zo van God. Alleen dat weet ik. Oké, luister. De openbaring van Johannes hoofdstuk 1. De openbaring van Johannes hoofdstuk 1, vers 12. En ik keerde mij om, ten einde van de... En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. Yep. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. Wie is die mensenzoon? Die mensenzoon is wie jullie Jezus noemen. Wie zijn echte naam? Yahushua is.
Ja, wat? Oké, nee. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad. Hij had een gewaad aan dat tot de voeten reikte, net zoals wij hebben. God. Okay. En aan de borsten omgord met een gouden gordel. Ja. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. Lees dat nog eens. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. Dus hij heeft verteld dat zijn hoofd wit waren als sneeuw, witte wol. Welke mensen op aarde hebben wollig haar? Zie je deze mensen hier? Hebben hun wollig haar? Hebben hun wollig haar? Ja, is dat de afro. Hebben hun wollig haar? Jij hebt wollig haar. Oké, we gaan het doen op pijnbol. Het is niet raar trouwens, maar het is van. Waarom zo? Laat. En zijn ogen als een vuurvlam. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Waarom? Is zijn haar wit? Zijn zijn ogen rood? Nee, dat is niet zo. Wijn. Waarom? Omdat Jezus wijn dronk. Lees verder. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. Lees dat nog eens. Koperbrons. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. Dat is nog 5 cents. De 5 cents. Vanaf vers 12. Dus het vertelt je dat zijn voeten koperbrons waren. Welke kleur is koperbrons? Bruin. Oké, bruin. Bruin, precies. Dus die was, kleur. Was Jezus. Jezus was een bruine man. Ja. Volgens de Bijbel, volgens Openbaring. En dat is wat Johannes zag in zijn visioen. Oké. Dus waarom vertellen ze in de kerk dat hij een blanke man is? Terwijl dat niet zo is. Oké. Wie heeft gelijk? Wie heeft gelijk? Hebben ze in de kerk gelijk of de Bijbel? Nee, ik geloof sowieso aan de Bijbel. Wie heeft gelijk? De Bijbel. Kijk, ik ben niet voor de discussie, maar... Predik jullie dat Jezus een zwarte man is, dat Jezus terugkomt en dat mensen moeten bekeren? Jezus komt terug. Ja, hij komt terug. En als hij terugkomt, gaat hij deze koninkrijk vernietigen. En dan gaat zijn uitverkorene redden. Dat is wat hij komt doen. En de koninkrijk. Maar jullie prediken ook liefde toch? Jezus is liefde. Ja, Jezus. Dan maakt het ook niet uit dat je donker bent. Hij is liefde voor de volk van Israël. Maar niet, dus niet voor blanke mensen. Nee, omdat hij is niet voor hen gekomen. En dat kunnen we ook laten zien in de schrift. Broeder, geef me Handelingen hoofdstuk 5 vers 30. Kerk. Handelingen hoofdstuk 5 vers 30. Oké, okay. Ik ga alles opslaan. Ik vind het best wel interessant. Dat komt. Handelingen hoofdstuk 5. Handelingen hoofdstuk 5 zei het? Ja. Oh, moet je met een koekje? Vers 30. Koekje. Nee, thuis. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Wacht, stop. Wie heeft Jezus gehangen aan die hout? Aan een kruis? Wie? De white man, de Romeinse mensen. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël, om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. Lees dat nog eens. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. Begrijp je? Hij is alleen gekomen voor Israël. Oké. Okay. Hij is alleen voor hen zonde gestorven. Dan gaan we naar Matteüs hoofdstuk 1 vers 21. Matteüs, hoofdstuk 1, vers 21. Luister, dit is de engel die praat tot Jozef en Maria. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Ja? Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Wacht even, het vertelt ze zijn volk. Wie is Jezus' volk? Wij zijn zijn volk. Nee, niet jullie. Wie zijn zijn volk? Okay. Dit is de volk. 12 stammen van Israël. Oké, maar als Jezus... Dat is zijn volk. Lees het nog eens. Zij zal een zoon baren. Wacht even, Matteüs hoofdstuk 1 vers 21. Zij zal een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. De engel zegt, hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Zijn volk is Israël. Oké. Wie anders? Wie heeft de blanke mensen dan gecreëerd? Wie heeft de blanke mensen gecreëerd? Ja. Dat moet je lezen in het boek van Genesis. Hoofdstuk 25, vers 25. Zeg het gewoon.
Ja, zeg het gewoon, het is zo weg. Ook als jullie zeggen, Jezus is alleen voor zwarte mensen. We gaan voor jou op, ja. Dan blanke mensen, Chinezen. Zwarte mensen en Indianen. En Indianen, oké. Maar dan hebben die blanke mensen gecreëerd. God toch? Je gaat het nu horen. Sorry. Dit is Genesis, hoofdstuk 25, vers 25. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig, geheel als een haren mantel. Wacht even. Hoofdstuk Genesis. Je moet een paar versus omhoog, zodat ze weten waar het over praat. Oké, oké. Genesis, hoofdstuk 25, vers 24. Toen nu haar dagen vervuld waren, dat zij baren zou, waren er dan ook tweelingen in haar schoot. En de haar praat over Rebecca. Rebecca had een tweeling in haar schoot. Lees door. En de eerste kwam tevoorschijn. Rossig. Rossig. Welke kleur is rossig? Het woord rossig is rood. Dus welke mensen op aarde zijn rood? Rood. Welke mensen op aarde zijn een kleur van rood? Niet in object. Ja, blanke mensen. Blanke. Nee, niet die blanke. U. Tuurlijk niet. De papa is al gegeven. De blanke mensen. Dat zijn de mensen die jullie blanke mensen noemen. Hun zijn echt rood. Hun zijn rood. Dat is, als een blanke baby geboren wordt, welke kleur komt eruit? Precies. En dat is diezelfde baby waar het over praat, Esau. Dus zo is de blanke man op de wereld gekomen. Lees het door. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig, geheel als een haren mantel. En men gaf hem de naam Esau. Esau. Wat betekent Aishashu? Wat betekent weggedaan is hij? Hoe zit het met de Bijbelversen dat je moet je naaste lief hebben zoals jezelf? Precies. Hoe zit het met God? Je zegt het goed. Je zegt naaste lief hebben zoals jezelf. Maar waarom? Luister, laat me je iets vertellen. Naast is niet iedereen. Want deze mensen leefden in het land van Israël, met Israëlieten om hen heen. De naaste die het bedoelt, praat over dezezelfde mensen. Praat niet over de white man. Oké. Is dit liefde? Dit zijn de mensen die elkaar lief moeten hebben. Is dit liefde? Want het in volk zijn. Wat is jouw geloof? Nationaliteit. Nationaliteit. This is talking about the nationality. That's what white people do. Hé hey broeder, geef hem Matthäus hoofdstuk 10 vers 6. Wat is een liefde voor ons? Wat is een liefde? Ik weet het niet. Ik ga niet. Hoor jullie gaan? Oké. Nog even. Matthäus hoofdstuk 10 vers 6. Lees deze hardop. Begrijpt u liever... Hoofdstuk 10 vers 6. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. We moeten een paar versen omhoog gaan. Oké. Matthäus, hoofdstuk 10 vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, zeggende. Luister, dit is Jezus die praat tot de 12 apostelen. En dit is wat hij gebood, dit is wat hij hen zei. Lees door. Matthäus hoofdstuk 10 vers 5. Yep. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Yep. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Wat zegt Jezus? Jezus zegt, ga niet verkondigen bij de heidenen. Lees door. Maar, heb je nog eentje voor hem? Nee, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ja, precies. Hoor je wat hij zei? Lees het nog eens. Nee, ik heb het gehoord. Is goed. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Nee. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij zegt, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zie je, jullie deze mensen lopen? Jullie zijn de verloren schapen van het huis van Israël. Nee, God is omdat liefde. Jullie niet weten waar jullie vandaan zijn. Nee, God is liefde. God is liefde. God is liefde alleen voor deze volk. Alleen voor deze volk. Allemaal met de rol. Broeder, geef me Jesaja 45 vers 17. De Bijbel is niet zo. De Bijbel zegt, heb je naast de liefde zoals jezelf, niet alleen zwarte mensen. Nee, we zijn allemaal één. We zijn allemaal één body. No, nobody. Je bent Benjamin. Je bent een Israëliet. Je bent op de zijde. Mag ik jullie wat laten zien? Wat wil je? In de Bijbel zelf. Kijk, hoi, hoe je vak? 1:26. Aan van Eritrea. Daar zegt dat er een moeder is. Eritrea. Wat Ethiopië. Is God de moeder. Er is toch God de vader. Ethiopië. Ethiopië. Ja. Jezus. Oh. Israël was in Ethiopië, man. Dat is niet zo. Hier in Ethiopië. Ik ben Valasje. En de moeder is op de wereld. Geloof. Jij weet wat Valasje? Valasje, wat je probeert te vertellen.
Kijk, hij is een Hezbollah. Jullie zijn de Jews. You are not the Jews. Falasje Jews are not the Jews.